Martha is vermoord. Wij moeten de man vinden die dat gedaan heeft. De man die jij buiten hebt zien staan, die moeten we vinden. Begrijp je dat? Nee, tuurlijk. Joda zei het echt. Oh, dat is Jesse. Ja, maar jij moet ons helpen, Andy. Jij moet die man voor ons aanwijzen. Herkennen. Identificeren. Ik heb jullie wel. Ja, dat is heel goed. Identificeren. Andy, vertel nog eens precies wat er gebeurd is. Martha was ziek. Dus ik ben 's avonds bij haar gebleven. Ja, maar tot hoe laat? Weet ik niet precies. Hij was om 11 uur terug in het huis waar hij woont. Dat is ongeveer een kwartier lopen. Dus je bent toen 11:15 daar uit het huis van Martha weggegaan? Ja. En toen heb je die man gezien? Hij stond in altijd naar het huis te kijken. Hij heeft haar vermoord. Denk je dat? Wie anders? En die zou je die man herkennen als je hem zou zien, die inbreker? Oh, ja, zeker. Heb je die zoon gevonden? Hij wist het al en hij wilde niet meekomen. Hij zit in het Vondelpark. Gezellig. Hij had het over een vrouw die geslagen wordt door een man en die regelmatig bij Martha Degen onderdook. En die man, Otto Springer, die was er niet zo gelukkig mee. Zachtjes uitgedrukt. Ophalen? Natuurlijk. Degender heeft uw vrouw dus geholpen, meneer Springer? Nee, integendeel. Ze denkt dat ze mensen helpt. Hoe bedoelt u dat? Nou, het is daarna alleen maar... Erger geworden? Minder geworden tussen ons. Oh, dat is vervelend. Dat soort mensen heeft zich er niet mee te bemoeien. Mensen als Martha Degender zijn gevaarlijk. Mijn vrouw heeft een tijdje bij haar in huis gewoond. Waarom was dat? Oh, er waren wat problemen. Thuis, maar die zijn er verholpen. Toch? Ja. Ja, dat is opgelost, mevrouw Springer? Ja, is opgelost. Wat voor problemen waren dat? Dat zijn privézaken. Meneer Springer, heeft u gisteravond voor het huis van Martha Degener gestaan? Nee, waarom zou ik? Nou, dat weet ik niet. Misschien om uw vrouw te zoeken. Wij zijn gisteravond de hele avond samen thuis geweest. De hele avond. Is dat zo, mevrouw Springer? Ja. Tot hoe laat was dat? De hele avond. Dat weet u zeker? Ja. Ze is vermoord, hè? En nou denkt u dat ik dat gedaan heb? Wij denken nog niks. Heeft u Martha Degener vermoord, meneer Springer? Nee. Die zoon van de zal het wel gedaan hebben. Die Jerry. Waarom denkt u dat? Een gefrustreerd type. Altijd ruzie met zijn moeder. Had agressieve buien, werd hij helemaal gek. Hij heeft het gedaan. Heel goed, liefje. Je hebt gelijk. Lijkt me duidelijk. Precies welke gekheid hier in godsnaam al die ramen dicht laten spijken. Kunnen we die radiatoren niet dichtdraaien? Er zit een muur vast. Als de knoppen er überhaupt nog op zitten. We hebben 3 heren die er meerdere keren op deze manier hebben ingebroken. Ik bedoel met een autokring. Harry Vogel die zit in de bak. John Stok zit in België. En Theo... Theo met de handjes. Theo de Vries. Is dat Theo met de handjes? Laat hem maar komen. Oké. Okay. Ik heb een idee. Wat? We gaan die zoon nog een paar vragen stellen. In het Vondelpark. In het Vondelpark?
kok. Ik ben briljant. Dat dacht ik ook. Wanneer heb je je moeder voor het laatst gezien? Goeie vraag. Een week of drie geleden, denk ik. U had geen contact? Nee. Uw moeder deed alles voor iedereen. Ook voor u? Ik redde me wel. Misschien denkt de moeder er anders over. Een goede moeder wil alleen maar dat haar kind gelukkig is. Bent u gelukkig? Ja. Kan dat niet als je aan de drank bent? Je moeder zorgde voor iedereen, nam iedereen in huis, behalve haar eigen zoon. Zo kan je het ook zien. Ik ben niet zielig. Mij is weinig eer te behalen. Waar was u vannacht? Vannacht? Even denken, waar was ik ook alweer? Eerst in Weber en toen in de Favoriet. En ik heb nog wat gedronken in Alto, maar dat was toen eigenlijk al dicht. En ik ben nog ergens geweest, maar ik weet niet meer waar. En ik weet ook geen tijden meer en zo. We hebben wel lekker velen. Houden ze het beschikbaar voor verdere verhoor? Ik ga nergens heen. Zware alcoholist. Daar ziet het wel naar uit, ja. Denk je dat hij er iets mee te maken heeft? Heeft hij een motief? Dat is de vraag. Geld zou kunnen. Misschien valt er wat te erven. Het lijkt me niet erg waarschijnlijk. Maar... Ga jij dat vanmiddag maar eens even gezellig uitzoeken? Ja, daar was ik al bang voor. Ja, jongen. Je bent politieman of je bent het niet. Ik wil het met alle liefde voor je uitzoeken, maar wat zoek je nou? Het is toch een inbreker? Die zoon kan toch ook ingebroken hebben? Volgens mij zoeken we het allemaal veel te ver, maken we het allemaal veel te ingewikkeld. Dat is te hopen. Verder. Dankjewel. Theo met de handjes zit op het bureau. Ah, kom. Waar was je gisteravond? Gisteravond? Gisteravond, ja. Tussen 12:30 en 13:30. Thuis? Alleen? Laat televisie gekeken. Wat was het? Nachtfilm met Clint Eastwood. Ach, en daarvoor? Beetje zitten zeppen. Niks bijzonders. Gewoon gewacht tot de film begon. Hou je zo van film? Soms. Om te ontspannen. Dat is niet gelukt, hè? Is dat strafbaar? Ik was gewoon thuis. Bewijs maar eens dat het niet zo was. Jullie kunnen me niks maken. Rustig nou, Matteo. Wij doen gewoon ons werk. En we willen graag weten of jij dat gisteravond ook gedaan hebt. En waar? Het punt is, Theo, dat het niet alleen maar inbraak is waar we mee bezig zijn. Ik heb zoiets gehoord, ja. Is moord, Theo? Ik heb niks gedaan. Nee? Nee. Wat is er met je? Niks. Wat zou er met mij moeten zijn? Je zweet zo. En jij dan? Wel... Maar ik zweet heel rustig. Jij niet. Jij bent nerveus, Theo. Zo ken ik je niet. Het is de warmte. Het is om te stikken. Wat is dat? Een nieuwe verhoormethode? Wat doen we met hem? We hebben niks. Een confrontatie. Dat lijkt mij duidelijk. Hij zal die man wel zijn die Annie gezien heeft. Toch? Ja. Misschien moesten we dat maar doen. Wat is het probleem? Is de getuigenis van die jongen betrouwbaar? Dat is het probleem. Een zwakbegaafde heeft in het donker de daden zien staan. Daar kan je niet veel mee voor een rechter. Die kerel is bloednerveus, de kok. Daar zit wat. Ja, bewijs het maar eens. Als we alleen die jongen hebben, hebben we te weinig. Maar goed, organiseer die confrontatie maar. We moeten toch wat. En zet die zoon en Otto Springer er ook nog bij. De kok. Hoe staat... Commissaris, kan ik u even spreken? Onder vier ogen. En